Leijnen van het Bella, nummer 2 op dit moment. Nummer 035, Mike Oudenhoeken van onze Zuid-Buren België. En nummer 85, Mick Kerkhoff op derde plek. Amerika. Oh, we zijn weg en we gaan kijken naar andere soorten. We zien de Flying Devils aan de buitenkant. Komt helemaal iemand heel snel naar binnen toe. We gaan kijken. Het is denk ik Nick Meijerink die daarbij zit. Maar de man op de eerste plaats, de man in het zwart, die hier naar voren gaat komen, is de 300-825, denk ik. Inderdaad, Wannes Wagenlijst van de Leopold uit Valkenswaard. Heel belangrijk, Meijerink op Nederland, Meijerink op Nederland. Daar op die vierde plaats, door de laatste bocht. Meijerink op de bocht, was de Nederland op de buitenkant. Het gaat Nederland rollen. Nederland, Flying Devils naar de halve finale. Dan komt de race nummer 6 eraan. Wacht maar, Junior brengt je 140 lidleden op de nummer 4. Is Whisky 1, oftewel 1 Kerkhoff uit België. En we zijn weg, Wessel van Diepen. Wessel van Diepen en de man uit België die er ook goed bij zit. We gaan kijken, het is een 3-team met Wessel van Diepen op die eerste plaats. Dan kijken we naar de Nederlandse Zeski die daar op de tweede plaats zit, de man uit België. We gaan kijken of ze naar voren gaan komen. Inderdaad, België. Dan zien we de 300 voorbij komen. En de 151, de 380 is buiten Utseling. En dan kijken we naar de 151. Over 1, 2, 3, 4, want die gaan mee naar de halve finale. We gaan kijken naar de landvelder van de broek, maar nee, nee, nee! Het is de dame van het 3-team, Indy Schepers, die is de snelste weg. En kan ze die binnen mocht aanpakken, jawel hoor. Indy Schepers, heel mooi gereden. Maar dan aan de buitenkant, landvelder gaat eraan komen denk ik. Inderdaad, we gaan kijken naar van de broek. En dan die vierde plaats, dat is van 2-0-8. Kijk over Schijndel, de man uit Schijndel. FCC de rechte, die gaat naar de vierde plaats. Lukping was een hele grote man, grote komen, wat zegt ze, zegt yes. We zijn nu aangekomen bij de eerste koppel. We gaan zien wie komt het eerste in deze koppel. Wie wil die afspraak maken op die eerste vier plekken? Want daar gaan we om. Dan moet je de rekening, dat kunnen we even niet meer zien. Max van Eindhoven over die aan de binnenkant. Max van Eindhoven over de man uit Duland. Die is heel snel wegspringend over de dubbele richting de eerste bocht. We gaan kijken naar die kerkhoven. Wie dacht ik die daarbij zit van de deurtrappers. We gaan kijken naar Tom Kozozen van de Hilder Malsen, het is de 54-2-37 en dan die belangrijke vierde plaats. De vierde plaats is van de man uit Veldhoven van dan Ryan Marakel. Ryan Marakel gaat hij niet vastpakken. Of volgt het toch nog de man uit Onderzone vandaan, Niels Homo. Nee hoor, het is Ryan Marakel. De man daar start in nummer 12 op de vierde plaats. De derde plek en zo gaan we hier richting de derde. Kom op. We gaan kijken naar Sisse, we gaan kijken naar Sisse en aan de binnenkant Heikelen. We gaan kijken, Os en het 3-team. Het is het 3-team die er aan de leiding gaat met Joe van Heikelen. Joey Heikelen op de eerste plaats, van Sisse naar de derde plaats. En wie is die man die daar tussendoor komt? Dat is de 138 van Boy van Hassel. Boy van Hassel. En dan zien we de belangrijke vierde plaats. We gaan hem kijken en die gaat naar België. België, bij Jinte Virosone uit België. Hij wordt hier vierde. Race 4 aan de 16e pad, open klasse 12-13. Simon Gens, Matthew van Dam, Rick Pippers, Tim van het Broek en Jacobs en Thibaut Stoffels. Wie komt als eerste op die tweede kombocht hier? Wie zal het zijn? 34 zien we komen, Matthew van Dam van het Talent BMX team. De volgende op 24, dat is Simon Gens uit België. 56 op de derde plek, Rick Pippers, en op de vierde plek op dit moment 28 en dat is Thibaut Stoffels. En we gaan kijken naar de Brett Timmermans, dat is in Nederland, Rick Landers. Jaap Rikkers en Henry van der Donk. En de man aan de leiding daar. Ik denk dat het de Maaslandster is. Bas Bakkerman. Maar dan komt hij aan. Die kleine man. Hij Rick Leeners. Toen gaan de heren naar de derde kop op toe. Gaat er nog wat veranderen. Gaan we het wijzigingen zien in die laatste eindspurt. Of blijft het hetzelfde? We zullen het blij maken. We kijken naar Bas van Nederland. Die aan de buitenkant heel goed weg was. En aan de binnenkant was er ook iemand heel goed weg. Ik denk dat het Joep Maandoms was, de man uit Veldhoven die lekker weg was. We gaan kijken als ze het rechte stuk op komen. Dat is van Pippers, Teddy Groenendaal, Bart Schuurmans, Nick Meijering en Mila Kool. We gaan zien wie zit hier in de eerste. Wat ze luisteren, we zijn weg. Tim Goos is de man hier aan de binnenkant. Is heel lekker weg. Want er zit er nog eentje bij uit Nederland vandaan. Max van Dunder, de man is Kom, they're going down the hill. Op weg naar de eerste koppel. Wie wil hiermee? Wie heeft de meeste spirit om nog de eerste vier plekken in beslag te nemen? Want zelfs we weten, ze gaan mee naar de halve finale. En de kans naar de finale is dan op weg. Wie komt er zeer aan? We gaan het zien.
We gaan kijken naar Erik Peters en Matthias Zelsbrengers. We zien dan aan de zijkant af van alle vandaag hier. Vierde nog. Reeds 4:27. Wat staat er aan de Nederland met Pippers, Stefan Door en Tim Ruijten, Jimmy Jansen en Paul Pippers. Wie gaat er als eerste bij die bevrijd komt nog voor de tweede hier komen? Wie gaat hier zich als eerste melden om even af te trekken en zeggen ik ben er? Dat is nummer 25, blijf er even voorop. 79 is tweede, is Luc Pippers. Nummer 79 zag ik dat als tweede voor mij gaan. 3 en 4, mag ik meteen aansluiten? Gaat er nog wat wijzigen? Nee, het blijft zoals het is. En we zijn weg met de volgende jump aan de buitenkant af van Isa van Dinten. We gaan kijken naar de 85. Nadia van de Groenendaal. 99 op 3 en 4. We gaan toekomen. Want Meisjes staan op de vierde plaats. Nadia van de Groenendaal. Reeks 4:29, Borstel, Kelsen, 10. Wie zit erin? Dallas van Hesken, Lenders, Rabotenman, Marijn Struik, Max Aanen, Jorik van Meulen, Bart Kersen en Joshua Hayes. Wie gaat zich hier voor mij als eerste in de tweede kombocht melden? Dat is 1-8 voor Kim Rick Lenders. 2-5-6 op de tweede plek. Dat is Dallas van Hees. Ik zie hem Marijn Struik op de vierde plek. En natuurlijk de eerste vier mee naar de halve finale. We zijn vertrokken en we gaan kijken hier aan de binnenkant. Zien we Bart Adriaanse die goed weg is. Dan zien we daar een simpel meebootteam. Dat is Steun Kiki. Maar de man aan de buitenkant gaat naar voren te komen van de wielstarter Roy Kuipers. We gaan kijken of het Roy Kuipers is. Inderdaad, Roy Kuipers gaat hier aan de leiding. Kiki, dan zien we de 17. De 17 zien we voorbij komen van Tom Verkaar. En dan de man de startnummer 14. 3, 10. Daar op die vierde plaats. En dan de startnummer 14. Wessel van Dijk. Reis 431 afgesloten van de plank. Pieter van Langveld, Lennart Verstegen, Jules Uitgeest, Rick Timmermans, Kevin Bouwen, Joyce Mats, Michael Fles en Thies Neuer. Dat is nummer 261, en dat is de leeg, en dan die vierde plaats, Thies Spinner, die zie ik daar naar voren komen. Of is het daar de man naar Nieuwland, inderdaad, 7-4-4, Roy van Doren. Reeks 34, Wolf 14, Kevin Sissertin van de Broek, Niels Homo, Ricardo de Wien, Bos van der Steen en Remco van Engeland. Wie komt er als eerste in die tweede combo? Wie gaat hier zich aanmelden? We zien drie cijfers en dat is 2-4, Kevin Sissertin voorop. Gevolgd door 2-41 en dan 2-44. Dus Ricardo de Wien, de tweede plek en de derde plek, Tim van den Broek. En de eerste vier gaan mee naar de halve finale in deze ring. We gaan kijken naar de man uit Vechtel die daar het snelste vertrokken is. We gaan kijken naar, Pedro van de Wetering. Pedro van de Wetering die daar aan de leiding gaat. Tom Smits die zit er bij het veld. We kijken naar Damien Leeners, die is daar heel goed weg. De man uit wie van de Durftrappers, Harren Slellens. Harren Slellens gaat aan het volhouden. Hij wordt aangevallen aan de buitenkant, nee hoor. Het is de man uit Luis-Kestel. De halve finale. We gaan kijken naar de man die heel snel weg is hier uit de wiels. Koen Nouwe, 151, de man aan de leiding. We gaan kijken buitenom en we gaan naar een mooie jump zien, hoop ik. Inderdaad, dan zien we daar veld over. Met even kijken, Jelle van de Spijker, denk ik, 120. Dan de 349. Dat is Krij Dijkmans van de Durftrappers uit Luis-Kestel. Krij Dijkmans, hij gaat hier vierde worden. 4:39, Boris Wichlitzig zie hier, Koen van der Wijs, Lieber van Hasselingen, van de wielrester van Bergen, Mark Koenen en Jordi Esser. Die ligt voor een deze race. Wie zien we er zich niet toekomen? Dat is Koentje van der Wijs, 26. Hij was gevolgd door 159 en 7:33. 159, Leroy van Hassel en 7:33, Erik van der Wiel. En om die vierde plek op te geven, die stoeltje achterin, dat kunnen we even niet zien. We gaan kijken naar Nick Steupers die goed is, maar er is er nog eentje sneller weg, man met 23, dacht ik. Dan daar een man in het oranje. Dat moet dan zijn grote Felix Merwa. Dat is Michael van Gelderen. De man is net nummer 112 op een vierde plaats. Reeks 449, Tom van der Maarten, Stijn Nouwen, Noordverstegen, Riet van de Dittenberg, Jan van Eilten en Roy van Dilders. Hoe is de voorstel voor de Big Boys? Wie zit er nu voorop? 42 zit komen, Riet van de Dittenberg heeft voorop. De volgende nummer 6 en nummer 11. Nummer 6 Tom van der Maarten en nummer 11 Stijn Nouwen op de derde plek. Wat zal hij zijn weg? We gaan kijken naar Barteling. En de nummer 95 die heel goed weg is daar. Ik denk dat het, even kijken, Rins van Hamel is denk ik die daar ook heel goed weg was. Barteling, die gaat hier aan de leiding. Daar kijken we in de tellen zien. Dat is het 145 van Rins van Hamel. Dan zien we de brust denk ik daar tussen zitten. En natuurlijk ook nog met nummer 116, Mike
van Wierden. Oké, dan gaan we naar race 444. Van de bal, Kevin Vrijers, Ivo van de Pummel, Jasper Stevens, Doris Brink, de Lee van der Berg en Mark Verstegen. Bij de eerste stonden aangeboden. Nu komt er het van wat krijgt het man uit Vegelen? Vindt dat goed? 1, 2, 3. Nee, dat is de man in de lucht. Kevin Vrijers, weer door. En wat is die tweede? Want hij wordt ingehaald. Kijk maar aan de overheen. We gaan even kijken bij de uitstrijd. Hoe ziet dat dan ontwikkelen? Want dat willen we even zien. Want dat was de bal. Het 206. En dat is Jasper Peters heeft de leiding overgenomen. We zijn weer gekregen uit de Kiel Klaassen, de man hier op eigen baan, die gaat hier aan de